alle functies van de zelfgebouwde controller te kunnen gebruiken, zal je nog knoppen of schakelaars moeten toevoegen om makkelijk te kunnen gamen. Nou, welke toepassingen fijn voor je zijn, dat is natuurlijk heel persoonlijk en dat kun je vooral goed uitvinden door ze uit te proberen. Nou, een goede starterkit is de Logitech Adaptive Gaming Kit. Nou, deze kit bestaat uit 12 verschillende plug-and-play knoppen en triggers die je kan indelen zodat het voor jou fijn werkt. Je krijgt er klittenbandstrips bij om ze te plaatsen waar je wil. De set is een goede variatie tussen de gevoelige knoppen en triggers en de wat grovere kleine en grote knoppen. Daarnaast zijn er veel verschillende schakelaars en joysticks die je los kunt kopen om aan te sluiten op de basiscontroller. Bijvoorbeeld de eenvoudige en robuuste joysticks, zoals de MyJoy of de nauwkeurige UltraStick, waarbij je ook nog de bal kunt laten vervangen door een handvat. Nou, ook zijn er joysticks zoals de nauwkeurige Extreme 3D Pro. Hier heb je wel kracht voor nodig. Een lichtere joystick met knoppen is de SpeedLink Anniversary Competition. Ook bij de schakelaars zit het grootste verschil in de nauwkeurigheid en de grofheid van de knoppen. Nou, naast de wat meer voorkomende schakelaars zijn er ook schakelaars die je zonder handen kunt gebruiken. De Adremo schakelhoofdsteun heeft 3 schakelaars die je met je hoofd kunt indrukken. En met een verloopsnoer is deze ook aan te sluiten op je zelf samengestelde controller. Met de MyPuff Switch kun je de schakelaar bedienen door middel van blazen of zuigen.